In 1380 bestond de stad uit het gebied tussen de ouderzijds Achterburgwal, de Grimburgwal, het Spui en de nieuwezijds Achterburgwal, die tegenwoordig de Spuistraat heet. Maar de bevolking groeide snel. De stad raakte overbevolkt en daarom werd die opnieuw vergroot. Rond 1450 werd de stad begrensd door het huidige Singel tot aan de Munt en dan verder langs de Kloveneus-Burgwal en de Gelderse Kade richting het IJ in het oosten. De volgende grote stap werd gezet in 1597. Ter hoogte van de huidige Herengracht werd toen een nieuwe omwalling aangelegd. De bevolking bleef groeien en er was steeds meer behoefte aan huizen voor rijke kooplieden. Daarom werd in 1612 besloten om twee nieuwe grachten te graven, met een geheel nieuwe singelgracht in een wijde boog eromheen. Dit was het eerste deel van de grachtengordel. We gaan nu even naar een speciaal gebouw kijken. De Westerkerk, die staat in de Jordaan. Anne Frank schreef al in haar dagboek dat ze ieder kwartier de klokken van de Westertoren kon horen. Soms stoorde het haar familie, maar Anne vond het altijd een vertrouwd geluid. Ook 's nachts, toen de Duitsers de klokken weg hadden gehaald om ze om te laten smelten tot wapentuig, misten alle 8 onderduikers aan de Prinsengracht het prachtige geluid van het carillon, een soort orgel, toch wel een beetje. De Westerkerk en toren dateren uit de 17e eeuw. De kroon van de Westertoren is geen geschenk van Maximiliaan I van Oostenrijk, de keizer. Dat hoor je namelijk wel eens. Hij gaf Amsterdam wel het recht om tot in alle eeuwigheid boven het wapen van Amsterdam een kroon te plaatsen. Dat zie je onder andere een stuk lager op de Westertoren terug, waar aan 4 zijden het wapen van Amsterdam hangt met erboven de kroon. In het begin van Amsterdam woonden er weinig mensen die daar ook geboren waren. Er kwamen later wel heel veel mensen uit alle hoeken van het land naar Amsterdam toe. In de Gouden Eeuw ontpopte tolerante Amsterdam zich tot 's werelds belangrijkste handelsstad en een bruisend centrum van kunst en wetenschappen. Na de val van Lissabon in 1580 vluchtten vele rijke Sefardische Joden naar het vrije Amsterdam. De Portugezen zijn zeer bedreven in handel met Zuid-Amerika en Azië en daardoor kan Amsterdam volop profiteren van hun kennis en handelscontacten.